De schrik zit er goed in bij de andere bewoners van het recreatiecentrum. De eigenaren van de drie caravans waren niet aanwezig toen de brand uitbrak, maar de paar overgebleven gasten vinden het een drama. Het is niet leuk natuurlijk. Zielig gooi voor die mensen. Ja. De politie kreeg afgelopen nacht een inbraakalarm voor de nabijgelegen sportkantine. Toen ze bij de kantine aankwamen, zagen ze in de vette een rode gloed en alarmeerden de brandweer. De caravans liggen meters uit elkaar en vatten ongeveer tegelijkertijd vlam. Het lijkt dan ook haast voor de hand te liggen dat er sprake is van brandstichting. Brandoverslag zou kunnen, maar gezien wat er tussen nog staat en netjes intact is, bomen die minimaal zijn beschadigd, wordt er toch een onderzoek ingesteld om brandstichting uit te sluiten. Bewoners van andere staakcaravans en bungalows op het park vonden het de hele avond al onrustig. Geluiden van een auto met een uitlaat waar wat aan mankeerde, die ik verschillende keren die avond in de buurt heb horen rijden, met daarbij heel zwaar vuurwerk. Dus echt, het leek of complete bommen soms ontploften. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.